zwem diploma A. Ik heb A en B diploma. Ik heb 6 zwemdiploma's A, B, C, snorkelen 1, snorkelen 2, snorkelen 3. En ik zit nu nog steeds op reddingszwemmen. Ik heb mijn diploma niet gehaald. Ik heb geen diploma, maar mijn vader heeft me leren zwemmen. Dus ik kan wel, zeg maar, ik kan wel zwemmen. Ik heb eigenlijk al A, B en C. Ik heb mijn A diploma gehaald. Ja, en ik ben nog van plan om misschien B te halen, maar dat weet ik nog niet zeker. Toen ik op eerst met school zwemmen ging, zeg maar hier, toen vond ik het wel eng. Alleen, je had toch wel een juf die je altijd ging helpen. En daardoor kreeg ik er weer vertrouwen en daardoor ging ik beter zwemmen. Bij zwemlessen is het toch wel wat minder leuk, omdat je zeg maar dingen moet doen. En dat is toch veel minder leuk dan als je echt met je vrienden speelt, met watergevechten, water tegen elkaar gooien. En ja, daarom, het is niet dat ik daardoor gewoon gestopt ben. Ik vond het gewoon dat ik wel genoeg wist. Gas, kom maar. Ja, volgende twee. Wat ik wil zien als je op de buik zwemt, is dat je een mooi puntje maakt. In Nederland is het belangrijker dan in andere landen, omdat Nederland ligt meer onder de waterspiegel dan andere landen. Iedereen zou wel een zwemdiploma moeten hebben voor de veiligheid. In de wet moet staan dat elke Nederlander vanaf zijn 7e moet leren zwemmen en dat elke Nederlander tenminste zijn A-diploma mag hebben. Zwemmen is wel belangrijk, maar je hoeft niet per se een diploma te hebben. Want je kan het ook geleerd hebben bijvoorbeeld van je familie. Hap en door, kom lief. Hap en door. Ik zie een terugloop in het aantal zwemleskinderen. Ik zie kinderen met schoolzwemmen die in groep 3, 4 nog geen A en B diploma hebben. Ik zie ook hier in het bad met toezichthouden extra alert zijn op met name de buitenlandse kinderen, de vluchtelingen die hier komen, die toch niet kunnen zwemmen. Ik zie ouders die niet meer in de weekenden komen zwemmen om het te onderhouden, de zwemles. Dus ik maak me daar wel zorgen om. Ik denk dat het voor sommige ouders met die thuis een probleem hebben, niet genoeg geld hebben om hun kinderen naar een sport te brengen. Ik denk dat er een paar ouders zullen zeggen van ja, het is te duur, we hebben het al wat slechter en daarom dat kinderen het ook niet mogen. Ik vind het toch nog wel belangrijk om op zwemles te gaan, want zeg maar, hier zijn professionele badmeesters en juffen die je echt les geven. Ik vind dat ze het wel moeten halen, want het is ook een stukje zelfvertrouwen. Want het is echt van, ik heb een zwemdiploma, ik kan het goed. En ja, het is ook beter, denk ik. Tips voor zwemleraren. Probeer het op een manier te doen dat een kind verschillende dingen leert. En ook op een manier dat het kind het ook leuk blijft vinden. Sommigen zijn een beetje streng. Bijvoorbeeld, als iemand iets niet goed doet, dat die niet gelijk helemaal agressief moet doen of zo. Maar gewoon normaal reageren en goed omgaan, zeg maar. Soms zijn ze ook wel aardig onduidelijk. En als je dan iets doet, dan blijkt het dat het voor degene is die je achter je is of voor je is of zo. Misschien dat ze wat vaker mee kunnen zwemmen of zo. Want soms zie ik ze nog met kleren aan. Vooral aardig doen ondertussen en het ook leuk houden voor de kinderen, want dan komen er meer kinderen op zwemles.